Droom jij ook wel eens van een ketchupbus die makkelijk leeggaat zonder dat je moet peuteren? Van een auto met een schonere uitstoot? Of wil je zonnepanelen die nog veel meer elektriciteit opwekken? In al deze voorbeelden spelen nanomaterialen een grote rol. Nanomaterialen zijn ontzettend kleine materialen. Daardoor gedragen ze zich helemaal anders dan grote materialen. Neem bijvoorbeeld goud. Ken je van juwelen, maar je kunt er ook nanodeeltjes van maken. Als die goud-nanodeeltjes in contact komen met giftig koolstofmonoxidegas, ontstaat er een reactie waardoor dat schadelijk gas niet zo in onze lucht terechtkomt. Fantastisch, toch? Maar wat is dan het probleem met die nanodeeltjes? Wel, omdat ze zo klein zijn, kunnen we ze heel moeilijk zien. En we willen natuurlijk weten of we het nanomateriaal goed gemaakt hebben. Ja, inderdaad. Er bestaan microscopen. Met een hele krachtige elektronenmicroscoop kunnen we naar de atomen in het nanomateriaal kijken. Het probleem is dat we niet heel het materiaal ineens kunnen zien. We zien alleen een schim langs één kant van het nanomateriaal. En dat kan behoorlijk misleidend zijn. Daarom is er nog een extra stapje nodig. En dat is een model. Geen fotomodel, maar een statistisch model. Een wiskundige manier om van die schimmen naar het echte nanomateriaal te gaan. En dat is wat ik tijdens mijn doctoraat gemaakt heb. Door met de computer een nanomateriaal na te maken, kan ik zo'n schimmen simuleren en eerst nakijken of het model ze naar het juiste nanomateriaal vertaalt. Pas dan kan ik echte nanomaterialen onder de loep nemen, zoals bijvoorbeeld kleine gouden nanodeeltjes. Mijn model helpt andere wetenschappers om gericht nanomaterialen te ontwikkelen. Je vraagt je nu misschien nog af wat nanomaterialen te maken hebben met zo'n ketchupbus. Wel, door op een slimme manier een nanolaagje aan te brengen in zo'n ketchupbus, zou je ervoor kunnen zorgen dat de ketchup niet meer blijft plakken. Handig, toch?